iedereen zit. Meneer de rector magnificus, geacht faculteitsbestuur, zeer gewaardeerde toehoorders, ik zal ietsje dichter bij de microfoon gaan staan. En dat geldt niet alleen voor de toehoorders hier in de zaal en aanwezigen, maar uiteraard ook voor de, hoop ik, vele mensen die meekijken via de live videostream. Voor de mensen die meekijken, zal voordat ik begin met het uitspreken van mijn tekst nog even beschrijven hoe het hier uitziet. Want ik denk dat u waarschijnlijk alleen mij ziet en wellicht het beeld van de eerste rijen, als ik geluk heb van een tweede camera. Maar we mogen hier met z'n dertigen zijn vanwege de coronamaatregelen. Dus we zitten met z'n dertigen verspreid over de zaal. Dat is de setting. Straks schudden we... Nee, we schudden geen handen. Dat mag niet, zoals u weet, na afloop. Dan roepen wij op anderhalve meter wat tegen elkaar. En dan gaan we allemaal weer naar huis, want de receptie mag ook niet. Maar zoals u waarschijnlijk weet, en dat zeg ik dan nog even vooraf. Ik vind het natuurlijk toch een beetje jammer dat ik de festiviteiten moet missen. Dus gelukkig heeft de Padel goed gevonden dat ik op 10 juni 2022, dus over ruim anderhalf jaar... maar de rector maak ik nu medeplichtig. Dus dat is een hele slinkse truc die ik... Mag ik hier nog een keer een feestrede ook in deze zaal uitspreken? Hopelijk na afloop van de coronacrisis. En dan kan deze zaal waar er 250 in kunnen. Hopelijk helemaal vol lopen. En dan mag ik daarna recipiëren. Dus dan ga ik het nog inhalen. En overigens de datum is, zeg ik nog even, kunt u hem allemaal noteren. Kijk even in de camera, 10 juni 2022. Dat is dan niet alleen de datum van mijn feestreden, maar is dan ook nog mijn verjaardag. Dus dan verwacht ik wel dat er voor mij gezongen wordt, zeg ik dan nu ook meteen maar even. Goed, dat gezegd hebbend ga ik beginnen aan mijn oratie. Die is na een inleiding heb ik een paragraaf over dubbele petten. Dan heb ik een paragraaf over de beschaling van het fiscale debat. Dan kom ik met wat conclusies, wat kunnen we eraan doen. En dan heb ik een dankwoord. Dan weet u ongeveer wat u te wachten staat. Ik denk dat ik een minuut of 35 nodig heb. Ik ga beginnen. Toen ik lang geleden als fiscalist aan het werk ging, was fiscaliteit bepaald geen onderwerp waarover je kon beginnen op feesten en partijen. Afgezien dan van wat obligate weetjes over aftrekposten in de aangifte van je gesprekspartner. Hoe anders is dat nu? Iedereen lijkt tegenwoordig wel een mening te hebben over de dividendbelasting en dan met name over de vraag of deze belasting moet worden afgeschaft, over aan de Zuidas gevestigde brievenbusmaatschappijen of over multinationals die weinig winstbelasting betalen. Met deze aandacht voor het belastingrecht zijn ook de beoefenaren van deze discipline onder een vergrootglas komen te liggen. Zijn fiscale wetenschappers die tegelijkertijd werkzaam zijn bij een commercieel kantoor nog wel onafhankelijk? En hoe kijken fiscale wetenschappers aan tegen de bijdrage die burgers leveren aan het debat over belastingontwijking door multinationals? En welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Over deze vragen wil ik het vanmiddag met u hebben. Ga ik naar de paragraaf over dubbele petten. Ik wil het eerst met u hebben over de zogenoemde dubbele petten. Voor de niet-fiscalisten onder ons, die zitten allemaal recht voor me, dus dat is lekker makkelijk. Daarmee bedoelen we collega's die het hoogleraarschap belastingrecht aan de universiteit combineren met een baan bij een belastingadvieskantoor. Zijn dubbele petten nog onafhankelijk? Of komen zij, in de woorden van Zwemmer, emeritus hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vroeg of laat onvermijdelijk toch voor het dilemma te staan dat ze iets willen of moeten zeggen dat strijdig kan zijn met het belang van een cliënt? Hierover wordt zeer verschillend gedacht. De gangbare opinie in de fiscale academische wereld is dat de onafhankelijkheid van dubbele petten voldoende geborgd is. Zo blijkt uit een binnenkort te verschijnen stuk, waaraan is meegewerkt door maar liefst 23 medewerkers, waar daartoe behoren 13 hoogleraren, van vrijwel alle Nederlandse fiscale vakgroepen. Alleen de Leidse fiscale vakgroep heeft niet meegewerkt aan het stuk. Volgens de opstellers van dit stuk verspeelt de wetenschapper die zijn petten niet weet te scheiden onmiddellijk zijn of haar academische geloofwaardigheid. Natuurlijk, zo merken zij op, verschillende hoedanigheden kunnen spanning en wrijving opleveren.
Uiteindelijk, menen wij, gaat het hier om de intrinsieke, professionele en academische integriteit van betrokken wetenschappers. Integriteit zit van binnen, denken wij, en dat houdt geen verband met het al dan niet betrekken van een nevenfunctie. Einde citaat. Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit, wijst bovendien op het voordeel dat de werkzaamheden van dubbele petten elkaar kunnen versterken. Door de toevoeging die de praktijkbaan geeft aan de wetenschappelijke functie, kan naar zijn mening in het onderzoek veel beter worden afgewogen wat voor- en nadelen zijn van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van wetenschappelijke denkrichtingen en leerstukken. Ook in het onderwijs kan de werking van de theorieën, regels, leerstukken op een voor de studenten goede en zinvolle wijze worden geabstrueerd met praktijkgevallen. Toch heeft hij wel gemerkt dat sommige onderwerpen beter niet kunnen worden opgepakt in bepaalde situaties. Al heeft hij zich bij de door hem gekozen onderwerpen nooit belemmerd gevoeld. Gunn, zelfstandig fiscalist en als gastmedewerker verbonden aan verschillende universiteiten, is kritischer en wijst op het gevaar dat mogelijk gaten ontstaan in de kennis over het belastingrecht als auteurs stelselmatig bepaalde onderwerpen overslaan. Het beste voorbeeld van het doodzwijgen van een voor belastingplichtige onwelgevallige ontwikkeling is naar haar mening te vinden in het fiscale staatssteunrecht. Maar ook als onderwerpen wel worden opgepakt, kan het risico van belangenverstrengeling op de loer liggen. Pietersen, verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam, merkt op dat het domein van het belastingrecht bepaald niet overloopt van de onafhankelijke en werkelijk vrije geesten. De beoefenaren van dit métier, zo schrijft hij, maken doorgaans deel uit van een netwerk waar nogal wat andere dan wetenschappelijke belangen, bewust of onbewust, het nodige gewicht in de schaal leggen. De vruchten die het discours voorbrengt, publicaties, commentaren op wetsvoorstellen en dergelijke, getuigen daarvan. De Smit, verbonden aan de Algemene Rekenkamer en daarvoor werkzaam bij de Erasmus Universiteit, wijst erop dat een arrest van de Hoge Raad dat belastingplichtigen in de kaart speelt, doorgaans, ook in het Weekblad, met instemming wordt begroet. Veelal door auteurs die, al dan niet als hoogleraar, althans houders van een leerstoel, zijn verbonden aan een van de grote advieskantoren. Het omgekeerde is volgens de Smit eveneens waar. Arresten waarin de Hoge Raad de speelruimte voor multinationals beperkt, mogen op een kritische bejegening rekenen. Spanjers, promovendus aan de Universiteit Leiden en publicist, is eveneens kritisch over dubbele petten. Hij beschrijft een hoorzitting in de Tweede Kamer die eind 2017 is gehouden over de afschaffing van de dividendbelasting. Vijf hoogleraren schroven in het tweede deel als tafelgenoten aan. Mij viel op dat drie hoogleraren met een commercieel belang in de internationale belastingadviespraktijk zich een warm voorstander toonden van afschaffing van de dividendbelasting. Twee hoogleraren zonder een dergelijk commercieel belang keerden zich daarentegen fel tegen het voorstel. Toeval? Dat zou kunnen, maar het zorgt hoe dan ook voor een wrange smaak. En niet alleen bij mij. De problematiek van de dubbele pet staat inmiddels ook op het netvlies van Politiek Den Haag. Op 21 mei 2016 schrijft de Volkskrant dat driekwart van de hoogleraren belastingrecht of fiscale economie een bijbaan heeft bij een advocatenkantoor of een accountantskantoor. Naar aanleiding van deze publicatie vragen de Kamerleden Van Dijk en Merkies, beide van de SP, aan de toenmalige staatssecretaris van Financiën Wiebes of hier belangenverstrengeling dreigt. Daar is de bewindsman echter niet bang voor. Weliswaar valt het risico op belangenverstrengeling nooit helemaal uit te sluiten, maar er zijn naar zijn mening genoeg voorzieningen in het systeem om ervoor te zorgen dat hoogleraren hun onafhankelijkheid behouden. Begin van het citaat. Hoogleraren zijn immers gehouden aan het naleven van de normen uit de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening.
Ook dienen zij hun nevenfuncties te vermelden op de website van de universiteit. Einde citaat. Een jaar later is de toon drastisch veranderd. Tijdens een debat over belastingafspraken met multinationals vraagt het Kamerlid Van Weijenberg van D66 naar de samenstelling van de commissie die deze afspraken gaat onderzoeken. Waarom is er niet voor gekozen om daar één of twee hoogleraren in plaats te laten nemen? Staatssecretaris van Financiën Wiebes vraagt zich vervolgens hardop af: wie dan? Ik citeer de staatssecretaris. Dan wil je een uitdrukkelijk onafhankelijke persoon, een echte topfiscalist die onafhankelijk is. Laten we eens even shoppen. We beginnen met de adviseurs. Steekt daar iemand zijn hand voor op? Ik denk het niet. Dan beginnen we met de hoogleraren. Het schijnt dat er in Nederland nog een paar hoogleraren fiscaliteit rondlopen die niet bij een bureau zijn aangesloten. Dan moeten we misschien kijken naar de topfiscalisten van de lobbygroepen. Ik ben door mijn fiscalisten heen. Ik ben er doorheen. Als ik Wiebes citeer, gaat mijn stem automatisch een beetje omhoog, merk ik. Dat kan ik niks aan doen. Van Weijenberg erkent vervolgens dat onafhankelijke hoogleraren moeilijk te vinden zijn. Maar, zo zegt hij, ze zijn er wel en volgens mij is dat de zoektocht. Een paar weken later vinden de openbare verhoren in het kader van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies plaats. Tijdens één van de verhoren vraagt het Kamerlid Bruins van de ChristenUnie aan Freudenthal, partner bij Mazaars en hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, of hij vindt dat er veel dubbele petten zijn. Ik citeer Freudenthal. Ja, die zijn er veel. Die zijn er vanuit de Belastingdienst, waar hoogleraren dubbelfuncties hebben. Die zijn er vanuit de fiscale adviespraktijk exact zo. Er zijn nog enkele onafhankelijke hoogleraren, maar die worden juist vaak gevraagd door het ministerie van Financiën om te ondersteunen bij bepaalde processen. Daar is dus eigenlijk ook geen onafhankelijkheid. Ik denk in alle eerlijkheid dat de onafhankelijkheid die je misschien in een ideale wereld zou willen hebben, helemaal niet bestaat. Of dat iedereen de professionaliteit bij het uitvoeren van zijn werk en van zijn hoogleraarsfunctie zo goed weet te bewaren, dat het in de praktijk goed gaat. Ik denk dat dit laatste het geval is. Einde citaat. Wat mij in dit antwoord opvalt, is de stelling dat onafhankelijkheid helemaal niet bestaat. Weliswaar zijn er volgens Freudenthal enkele hoogleraren die onafhankelijk zijn, in de zin dat zij niet zijn verbonden aan een advieskantoor of aan de Belastingdienst. Maar ook die hoogleraren zijn uiteindelijk niet onafhankelijk, omdat zij bijvoorbeeld het ministerie van Financiën zouden bijstaan. Als die hoogleraren in dienst zouden zijn van het ministerie of tegen betaling het ministerie ondersteunen, dan heeft Freudenthal zeker een punt. Maar daarvan zal, in mijn perceptie althans, in het algemeen geen sprake zijn. Wel komt het met enige regelmaat voor dat onafhankelijke hoogleraren door het ministerie van Financiën of de Europese Commissie worden gevraagd om hun mening te geven over een bepaald thema. Dat lijkt mij echter geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van deze hoogleraren. Ook komt het steeds vaker voor dat onafhankelijke hoogleraren Kamerleden bijpraten en soms geven ze zelfs adviezen aan Kamerleden die een initiatief wetsvoorstel indienen. Ik zie niet waarom dit afbreuk zou doen aan de onafhankelijkheid van deze hoogleraren. Ondersteuning van Kamerleden is iets anders dan belangenverstrengeling. Een onafhankelijke hoogleraar die een Kamerlid souffleert, zal anders dan de dubbele pet nooit commercieel belang hebben bij hetgeen hij of zij naar voren brengt. Ik begon deze beschouwing over de dubbele pet met de observatie dat de gangbare opinie in de fiscale academische wereld is dat onafhankelijkheid van dubbele petten voldoende geborgd is. Er is echter alle reden om daaraan te twijfelen. Sommige onderwerpen komen in de fiscale literatuur niet of onvoldoende aan bod,
Vermoedelijk omdat het vanuit commercieel perspectief handiger is om deze onderwerpen te laten rusten. Bovendien kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hoogleraren met een commercieel belang verdacht vaak een standpunt innemen dat in overeenstemming is met het klantbelang. Hier is ruimte voor nader onderzoek naar de omvang van dit probleem. Ik denk even aan de studenten die meekijken via de livestream. Hoop dat jullie meekijken, want dit lijkt mij een prima scriptieonderwerp, zeg ik even terwijl ik in de camera kijk. Mijn suggestie is om alle publicaties van Nederlands fiscaal hooggeleerden over pakweg de afgelopen 10 jaar te screenen en in kaart te brengen hoe vaak zij een standpunt pro-belastingplichtige en hoe vaak een standpunt contra-belastingplichtige innemen. Verder zou in kaart kunnen worden gebracht waarover zij publiceren om een beeld te krijgen hoe vaak bepaalde onderwerpen aan bod komen en welke onderwerpen juist niet aan bod komen. Intussen kunnen we nu al vaststellen dat de dubbele pet en daarmee de fiscale wetenschap er in politiek Den Haag niet al te best op staat en dan druk ik me eufemistisch uit. Redenen genoeg om de kop niet langer in het zand te steken en te erkennen dat de combinatie van verschillende petten een probleem is. De fiscale hoogleraar van de toekomst heeft aan één pet, zijn of haar universitaire pet, meer dan genoeg. Kom ik bij de derde paragraaf, de verschaling van het fiscale debat. Het zijn niet alleen de dubbele petten die debet zijn aan de verschaling van het fiscale debat. Gunn merkt op dat het voor belastingadviseurs en ambtenaren lastig kan zijn om iets te publiceren zonder toestemming van bovenaf. Zo zouden standpunten die nadelig zijn voor een bepaalde groep klanten of de werkgever soms niet door de ballotage heen komen. Zij schrijft: in mijn eigen vakgebied, fiscale staatssteun, zie ik een illustratie van wat er gebeurt als een onderwerp min of meer taboe wordt. De theorievorming blijft achter en belastingplichtigen komen mogelijk bedrogen uit. Dat van het taboe heb ik uit de eerste hand. Het gaat om een soort informele druk om bepaalde onderwerpen niet te adresseren omdat dat niet opportuun zou zijn. Gunn is niet de enige die dit probleem signaleert, zo blijkt uit een verslag van een debat over taxplanning. In dit debat komt de vraag aan de orde hoeveel ruimte jonge fiscalisten, die bij een groot kantoor werken, hebben om te publiceren, met name over ethische vraagstukken. Dat kan volgens Herreveld, partner bij Mazaars, onhandig zijn. Begint citaat. Een medewerker die zich wat al te vrijmoedig uitdrukt en positie kiest op een manier die het belastingadvieskantoor onwelgevallig is, mag rekenen op een normoverdragend gesprek, als de publicatie tenminste door de netten van de organisatie heeft weten te slippen. Einde citaat. En ook Pietersen merkt in een verslag van een in 2015 gehouden landelijke bijeenkomst voor promovendi op dat een niet gering aantal wetenschappers zo nauw betrokken is bij de commerciële praktijk dat zij in wezen niet meer vrij zijn om onafhankelijk te oordelen over ontwikkelingen in het internationale belastingrecht, al denken zij soms zelf van wel. Hij schrijft: ook komt het voor dat onderzoeksbevindingen niet verenigbaar zijn met belangen van de organisatie waaraan de promotor is verbonden. Dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden. Op een of andere manier gaat er van vooral grote organisaties druk uit die raakt aan de vrije wetenschapsbeoefening van promovendi en anderen die publiceren. Zo blijkt het ministerie van Financiën uitermate effectief in de beïnvloeding van haar medewerkers, vooral op terreinen die politiek gevoelig liggen, zo bleek uit een van de discussies. Dat geeft te denken. Janssen, staatsraad en voorzitter van de redactiecommissie van het weekblad Fiscaal Recht, verbindt hier aan de conclusie dat de fiscale wetenschap, vooral als het gaat om de discussie over internationale belastingontwijking, heeft gefaald.
De discussie over internationale belastingontwijking is losgebarsten in de nasleep van de mondiale kredietcrisis. De maatregelen die landen troffen om deze crisis te bestrijden, moesten uiteraard gefinancierd worden, onder andere uit belastinggeld. In dat kader viel niet meer te verkopen dat burgers over hun inkomsten gewoon belasting moeten betalen, terwijl multinationals de belasting op allerlei manieren konden ontwijken. Bovendien, zo signaleert Kingma, docent belastingrecht aan de Universiteit Maastricht, kregen belastingschandalen steeds meer media-aandacht, waardoor een breder publiek wetenschap kreeg van de belastingpraktijken van multinationals en rijke individuen en mengde de burgermaatschappij zich meer en meer in het belastingdebat. Ook Snel, belastingadviseur, signaleert dat pressiegroepen actief zijn geworden, zoals Tax Justice International, SOMO en Oxfam Novib. Hij meent dat de bijdrage aan het publieke debat van dergelijke groepen zeker van invloed zijn geweest. Het heeft er ook voor gezorgd dat de discussie onder een breder publiek dan alleen vakgenoten gevoerd wordt. Essers, hoogleraar belastingrecht aan de Tilburg University en lid van de Eerste Kamer voor het CDA, ziet weliswaar het belang van deze zogenoemde niet-gouvernementele organisaties, afgekort NGO's, maar is minder positief over hun bijdrage aan het debat, waar hij spreekt van door onder andere NGO's aangewakkerde sentimenten tegen agressieve belastingplanning door multinationals. Hij tekent daarbij aan dat, begint citaat, populisten mede dankzij de moderne media veel meer mogelijkheden dan vroeger hebben om de aanwezige onvrede onder burgers verder aan te wakkeren. Einde citaat. En daarmee zijn we aangekomen bij een nieuwe deelnemer aan het fiscale debat. De burger. Sinds pakweg een jaar of 10 mag de fiscaliteit in het algemeen en de belastingheffing van multinationals in het bijzonder zich in toenemende mate verheugen in de belangstelling van politici, journalisten en het publiek. Veel fiscalisten hebben het daar moeilijk mee. U, en ik richt me nu tot de niet-fiscaal geschoolde in de zaal en de niet-fiscaal geschoolde die meekijken via de stream, heeft er namelijk geen verstand van. Hein, als onderzoeker verbonden aan Tilburg University, merkt hierover op dat de belangstelling van het publiek voor belastingen voor fiscalisten geen onverdeeld genoegen is. Het niveau van de publieke fiscale discussie baart hem steeds meer zorgen. Nieuwswaarde wint het in zijn ogen maar al te vaak van feiten, politiek belang van inhoud. En ook Zoetmulder, belastingadviseur en voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, spreekt de fiscale leek tijdens een toespraak in 2019 vermanend toe. Ik citeer. Ik hoop dat er ook wat politici en journalisten aanwezig zijn. Dat hoort hier eigenlijk, want wat ik te zeggen heb is mede aan hen gericht. Er is namelijk iets goed mis met de communicatie over belastingaangelegenheden. Het zal de fiscalisten onder u vast al langer opgevallen zijn wat de teneur van de krantenkoppen is en u vraagt zich met mij vast ook af waar de nuance tot uiting komt. Voor nuance en fiscaal-technische betogen lijkt echter weinig ruimte op social media en wellicht is het zo dat kranten alleen nog verkopen met ronkende chocoladeletters. En die citaat. Ook Van den Hurk, belastingadviseur en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, maakt van zijn hart bepaald geen moordkuil. Ik citeer. Als je je met de internationale fiscaliteit bezighoudt, zoals ik, en je dan ook nog de noodzaak voelt om vaak te reageren op politici die inderdaad de spreekwoordelijke klok horen luiden, dan moet je oppassen geen paria te worden. Dat risico neem ik dan maar, aangezien de Nederlandse politiek nog steeds geen tegenpartij 2.0 heeft die de doelredeneringen van onze volksvertegenwoordigers op de juiste manier scherp weet te duiden. Een nieuwe Jacobsen en Van Es zouden er wel raad mee weten. De doelredeneringen bevatten halve waarheden en holle frases waar de wereld echt niets mee kan. Einde citaat. En ook Hein houdt zich niet in als hij opmerkt dat het tijd wordt voor een, en ik citeer weer, autoriteit, waarheidsgetrouwe journalistiek en een waakhond kamerintegriteit. Ja.
Als we naar de uitlatingen van deze fiscalisten kijken, dan valt op dat zij journalisten, politici, NGO's en het publiek, de fiscale leek, twee verwijten maken. In de eerste plaats houdt de fiscale leek zich niet aan de feiten. En in de tweede plaats is de fiscale leek niet fiscaal geschoold. En daarom is hij of zij niet in staat om de feiten juist te duiden. Er zijn zeker voorbeelden te vinden van fiscale leken die zich onvoldoende aan de feiten houden en uit de bocht vliegen. Maar mijn eigen ervaring met journalisten en politici is een stuk positiever. Ik heb niet de indruk dat zij erop uit zijn om een loopje met de feiten te nemen. Hoe dan ook is het te makkelijk om de discussie over belastingontwijking door multinationals af te doen als fake news. Het valt toch zo langzamerhand niet meer te ontkennen dat we hier te maken hebben met een reëel probleem. Dan het tweede verwijt. De fiscale leek ontbeert de fiscale kennis om tot een afgewogen oordeel over belastingontwijking door multinationals te kunnen komen. Dit verwijt komt er eigenlijk op neer, en ik kijk even naar de fiscaal ongeschoolde in de zaal en de meekijkende fiscaal ongeschoolde in de stream, dat jullie eerst maar eens een stevige spoedcursus belastingrecht moeten volgen. Pas als jullie mij uit kunnen leggen hoe de tegenbewijsregeling van het derde lid van artikel 10a van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 werkt, zijn jullie voldoende gekwalificeerd. En tot die tijd mogen jullie niet meedoen aan ons debat. U merkt het, ik vind dit een onterecht verwijt. Onterecht, niet alleen omdat er ook NGO's, journalisten en politici zijn die zich wel verdiepen in de relevante fiscale regels, al dan niet met assistentie van fiscalisten, maar vooral onterecht omdat de suggestie wordt gewekt dat de bezwaren van fiscale leken tegen belastingontwijking door multinationals zouden verdwijnen als ze meer kennis van het fiscale recht zouden hebben. Dat is een misverstand, zo betoogt ook Gunn. Ik citeer. Helaas, deze benadering getuigt van winstdenken. Niet in de laatste plaats omdat het debat dan wordt versmald tot een hoofdzakelijk technische discussie, terwijl het in werkelijkheid toch echt een politieke en daarmee normatieve dimensie kent. De centrale vraag is niet hoe werkt het belastingstelsel, maar hoe zou het belastingstelsel moeten werken? Einde citaat. Het is niet meer dan terecht dat NGO's, journalisten en politici zich bezighouden met de vraag hoe het internationale belastingrecht eruit zou moeten zien. En dat brengt mij bij de paragraaf wat we daaraan zouden kunnen doen, aan die twee voorgaande thema's. Het belangrijkste thema voor de fiscale wetenschap in Nederland voor de komende jaren is naar mijn smaak onafhankelijkheid. Veel fiscale wetenschappers hebben een kleine aanstelling en zijn daarnaast werkzaam voor een advieskantoor. Dit zorgt niet alleen voor een praktijkgerichte benadering, maar ook voor een klantgericht perspectief. En dat laatste kan wetenschappelijk gezien problematisch zijn. Een en ander leidt ertoe dat zowel in het onderwijs als in het onderzoek het klantgerichte perspectief overheersend is en dat is naar mijn mening ongewenst. Een oplossing zou kunnen zijn om meer wetenschappers aan te trekken die daarnaast verbonden zijn aan de Belastingdienst of het ministerie van Financiën. Dat zou in ieder geval de diversiteit van meningen bevorderen. Problematisch is wel dat medewerkers van de fiscus in hetgeen zij publiceren, naar mijn inschatting, vaak niet vrij hun mening mogen of kunnen geven over fiscale kwesties. Het proberen aan te trekken van meer medewerkers die fulltime verbonden zijn aan de universiteit zou daarom mijn voorkeur hebben. Een ander thema is de verschraling van het fiscale debat. Fiscalisten kunnen het maatschappelijk ongenoegen over belastingontwijking door multinationals en de rol die fiscalisten daarin spelen maar beter serieus nemen. Hier ligt ook een taak voor de fiscale opleidingen aan de Nederlandse universiteiten. De studenten die we afleveren vinden hun weg hoofdzakelijk naar de adviespraktijk.
Juist op die adviespraktijk wordt de laatste jaren vanuit de maatschappij steeds meer kritiek geleverd, omdat adviseurs een belangrijke rol spelen in belastingontwijkingsstructuren van multinationals. Dat maakt ons in mijn ogen kwetsbaar voor de kritiek dat we, gefinancierd met belastinggeld, dat wordt opgehoest door de maatschappij, studenten afleveren die vervolgens werk gaan verrichten dat door een flink deel van die maatschappij als ongewenst wordt ervaren. We zullen die maatschappelijke onvrede moeten adresseren. Daar zijn we de afgelopen jaren al mee begonnen door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan de ethische aspecten van belastingheffing. Maar het lijkt me dat we hier nog wel een paar slagen kunnen maken. Daarnaast zal ons onderzoek er, meer dan nu, toe moeten leiden dat zichtbaar wordt dat we oog hebben voor de kritiek die door de maatschappij op fiscalisten wordt geleverd. Verder is ons onderzoek momenteel nogal versnipperd. We hebben in het verleden wel geprobeerd meer te focussen op de discussie rond belastingontwijking van multinationals, maar dat is slechts beperkt gelukt. Ik zou veel meer op dit thema willen focussen. Dit thema sluit goed aan bij het project van Mosquera Valderrama als universitaire hoofddocent verbonden aan onze vakgroep. Kijk thuis mee. Die met name kijkt naar de governance kant van deze thematiek en sluit bovendien goed aan bij mijn eigen onderzoeksfocus en bij het onderzoek dat wordt verricht door een aantal promovendi. En ook het onderzoek van Van der Streek, die ons met ingang van 1 januari komt versterken, heeft betrekking op dit thema. Hij is in 2019 begonnen met het project Fiscale Transparantie dat betrekking heeft op belastingconcurrentie tussen staten, een van de hoofdoorzaken van belastingontwijking door multinationals. Als we onze krachten bundelen, ben ik ervan overtuigd dat we tot resultaten kunnen komen die er toe doen. En dan kom ik bij het slotwoord, waarin ik een aantal mensen ga bedanken. Meneer de rector Magnificus, leden van het college van bestuur, mevrouw de decaan, leden van het bestuur van de faculteit der rechtsgeleerdheid, dank voor het door u in mij gestelde vertrouwen. Ik ga mijn uiterste best doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Hooggeleerde Adriaanse, leden van het bestuur van het Instituut voor Fiscale en Economische Vakken. Ja, zie ik ze zitten. Ja, inderdaad, ik zie ze zitten. Sinds 9 maanden spreek ik jullie met grote regelmaat tijdens het instituutsoverleg en daarbuiten. Ik vind het prettig om met jullie samen te werken. En Jan, jouw steun in de afgelopen periode heb ik bijzonder op prijs gesteld. Hooggeleerde Boer, beste Koos, hooggeleerde Lubbers, beste Allard. Zij zijn allebei uit veiligheidsoverwegingen qua corona kijken zij thuis. Dus ik kijk even in de camera. Oh, en voordat ik het vergeet, Koos is ook jarig, van harte. beste Koos, beste Allard, jullie zijn mij voorgegaan als vakgroepvoorzitter. Allard, jij hebt deze functie zo'n 10 jaar vervuld tot 1 september 2013. Daarna is Koos vakgroepvoorzitter geworden tot het moment dat ik aantrad op 1 februari van dit jaar. Ik heb een prachtige afdeling van jullie mogen overnemen en ik ben jullie dankbaar voor al het werk dat jullie hebben verzet. Hooggeleerde Van der Streek, beste Jan. Op 1 januari aanstaande begin je bij onze vakgroep. Ik kijk uit naar je komst. Zeer geleerde Pietersen, beste Rens, en ook Rens kijkt vanwege veiligheid en corona thuis. Dus ik kijk even in de camera, beste Rens. Hoeveel stukken van mijn hand heb je al niet meegelezen? Mijn dank daarvoor. Wel edel gestrenge Gun, beste Anna, daar zit je. We zijn tegelijkertijd bij de afdeling begonnen op 1 januari 2009. Sindsdien hebben we menig rondje gelopen. Ik hoop dat we dat de komende jaren blijven doen.
Waarde vakgroepgenoten, ja, daar zijn er helaas, konden er maar heel weinig zijn. Ik geloof 3 of 4 en de rest kijkt hopelijk via de stream. Ik mag nu al bijna 12 jaar met jullie samenwerken en ik beschouw dat als een groot voorrecht. Wel mis ik sinds half maart onze dagelijkse lunch om 12 uur. Ik hoop dat we snel weer bij elkaar kunnen aanschuiven. Dames en heren studenten, en moet ik in de camera kijken weer, dus er kunnen hier helaas geen studenten aanwezig zijn. Althans geen studenten fiscaal recht, wel studenten van andere vakken, maar dat komt omdat het om familie of vrienden van mij gaat. Dames en heren studenten, ik heb jullie al een tijd niet meer in het echt gezien. Sinds een maand of 7 verloopt het contact immers behoudens, enkele uitzonderingen, via Cultura live sessies en Teams. Ik hoop jullie snel weer op onze faculteit te kunnen begroeten. Eventjes, ja, daar zit hij. Waarde Habraken, beste Peter. Dat ik hier sta, hebben we volgens mij niet voorspeld toen we het een kleine 40 jaar geleden tijdens onze studententijd over de toekomst hadden. Laten we dat binnenkort op Vlieland maar eens evalueren. Waarde familie Huves. Beste Leo, Ellen, ja, daar zit ze, Wisse, die zie ik ook zitten, en Jelle, ja, daar zitten ze. Dat ik jullie na zo'n 40 jaar vriendschap vanaf de kansel mag toespreken, is voor mij, een niet-gelovige afkomstig uit een rood nest, toch een bijzondere gebeurtenis. Zouden die jaren op de Societas Studiosorum Reformatorum dan toch nog ergens goed voor zijn geweest? Beste mama, Marlene, Huub, Huub zit natuurlijk ja, tussen de toga's, Jantine, ja, Bas en Marlene. Daar staat hij dan, jullie zoon, broer, zwager, respectievelijk oom. Jammer dat papa er niet meer bij kan zijn. Dan had ik tegen hem kunnen zeggen, ik heb die man die verderop in de straat woont toch nog verslagen. Op je 59ste kan het ook nog. Ik heb gezegd. Dankjewel. Vereerd. Alles is alles met corona, dus ook vandaag. U wordt kort toegesproken door uw collega. Oh, leuk. En dan is er nog een hele leuke verrassing voor u. Oh, wat aardig. En dan gaan we straks feliciteren op afstand. En heel vervelend, maar u wordt verzorgd binnen 15 minuten het academiegebouw verlaten te hebben. Dus er wordt geen kansje. Ik zal in beeld blijven staan. Ik denk dat jij ook in beeld bent. Oh, dat kan ook, dat jij hier gaat staan. Oh, hiervoor. Ja. Blijf ik dan ook wel eens daar gestaan, maar. Blijf ik dan achter jou staan of ga ik gewoon. Ja, dat moet ik maar. Ja, dat moet ik tegen jou praten. Ja, een beetje. Ik ga dan weer daar. Je hoort het niet. Improviseren dit, hè? Ja, dat vond ik niet mee. Ja, dat is toch wel. Mooi, dank u wel. Beste Jan, er gaat wel eens een dag voorbij dat je niet in de krant staat. Vandaag was niet zo'n dag. Dus ik sta 's morgens op, ik ga naar mijn nieuws kijken op mijn iPhone. Ja hoor, daar is Jan. En Jan geeft commentaar, toelichting bij de constatering dat grote tabaksfabrikanten allemaal miljarden aan winst via Nederland leiden en zich daarmee grote bedragen aan belasting sparen. Henk van de microfoon. Okay. En wat je zojuist zei, dat bevestigt een beetje jouw positie in deze. Ze bellen jou omdat ze weten dat jij bereid bent om uit te leggen hoe dingen dan precies werken. Ze kunnen ook een andere fiscalist bellen. En die zal eerder denken, nou, laat ik maar even een collega noemen die dit appeltje gaat schillen.
Je noemde gelukkig, ik heb dat zo zien ontstaan in de loop van de jaren. Je noemde gelukkig zelf de datum dat je bij ons kwam, 1 januari 2009. Toen had je lang gewerkt aan een proefschrift, heel lang. Het excuus is natuurlijk dat dat ook een heel dik proefschrift was geworden. En een ander excuus was dat het waarschijnlijk toen je eraan begon, renteaftrekbeperkingen in het internationaal belastingrecht, was het ook maar een klein onderwerpje. Maar terwijl je eraan werkte, kwam er elk jaar een nieuwe aftrekbeperking bij. Dus ja, daar moest je ook wat mee doen. En zo werd het boek eigenlijk al maar dikker. Je was toen eigenlijk nog wel, ja, ik dacht bij die tabaksfabrikant eigenlijk ook een beetje aan, jij bent ook een type van de ex-roker, zo gezegd. Je was toen nog een beetje een roker, je kwam nog uit die advieswereld. je zondigde nog een beetje, zo gezegd, je had er nog niet echt afstand van genomen. Dat ben je in de jaren daarna wel gaan doen. Ik denk inderdaad samen met Anna. Jullie gingen erover schrijven, maar dat was misschien toen nog niet, 10 jaar geleden was nog niet helemaal het moment. En wat je goed deed, wat ik je heb zien doen, was het moment pakken toen het kwam. Toen er belangstelling ontstond voor internationale fiscale discussies. Wat gebeurt daar nou precies en wie kan ons uitleggen hoe dat nou zit? Behalve het verhaal, niks aan de hand. Als je de regels begrijpt, dan zou je hier ook geen moeilijkheden zien. Dus je bent dat vanaf, laten we zeggen, 2015 ben je dat nadrukkelijk gaan doen. Je bent een van de gezichten van die discussie samen met Jan van der Streek, die ons komt versterken. Dat wijst erop dat, hier kom ik op een formulering waar ik langer over heb nagedacht, dat de waardering voor jouw werk binnen de fiscale beroepsgroep nog wordt overtroffen door jouw waardering, door de waardering voor je werk buiten die groep. Zo. Ik kan voor je uitschrijven. Nee, ik onthoud hem wel. Je hebt nu echt een heel duidelijk profiel gekregen in die discussie. Dat ben je aan het uitbouwen, daar doen we goed aan. Daar zijn we nu echt op tijd bij. Het blijft actueel. Het is niet zo dat de zaken nu geregeld zijn en dat er niks meer aan de hand is. Kijk maar naar het nieuws van deze ochtend. Dus er ligt nog een heel vruchtbaar terrein voor jou. Zorg wel dat je daar tijd voor hebt, moet ik zeggen, want ik zie wel dat het managementwerk ook absorberend werk. Zonder meer. Ik heb je ook daarin zien veranderen. 10 jaar geleden kon je wat, ja, laten we zeggen, een beetje nonchalant ogen. Een beetje zo van, nou, ik ben hier wel, maar ook een beetje niet. Een vroegere decaan van de faculteit zei, ja, Jan Flageert, dat is toch die man die altijd in de kantine koffie zit te drinken. Die zag jouw buik kennelijk altijd. Misschien zag hij daar ook altijd. Ja, dat moet twee oorzaken hebben, ja. Nou, dat is helemaal weg. Ja. Je bent nou hartstikke in controle en je weet wat er gebeurt. Je wilt ook weten wat er gebeurt. Je belt mij geregeld ook op van, eigenlijk toch met de substack, wat ben je daar precies aan doen momenteel? Dat is prima, dat hoor je zo te doen, dat hoort bij je taak. Dus dat doe je uitstekend. Maar zorg ervoor dat je die tijd overhoudt voor wat je echt te doen staat in de komende jaren. Ik heb je iets aan te bieden. Dit was een inleiding op het verstrekken van 2 enveloppen. Daar zit ook een volgorde in. Ja. Mij is niet uitgelegd dat je die enveloppen hier ter plaatse naar moet openen. Zullen we dat maar doen? Ja. Ik moet even mijn bril opzetten, want anders kan ik niet zien wat erin zit. Nee, ik had het ook niet. Dit is tijd voor een feestje, staat er op deze kaart. Van de afdeling. Ga ik hem voorlezen? Ja? Beste Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd met je benoeming als hoogleraar. De afdeling vindt uiteraard enorm jammer dat wij slechts digitaal kunnen volgen tijdens dit feestmoment. Maar wij verheugen ons ontzettend op het feestje op 10 juni 2022. Het is duidelijk dat ook hier een tactische subtekst onder zit. Ja, dat. Ik zal vast gaan sparen. Ja. Dankjewel. Ja. Even kijken. Ja, beste Jan. Een voorproefje van het echte cadeau. Dat staat op de kamer van Koos op het Koch op jou te wachten. Ja, dat is een hele mooie foto. Er zijn historische foto's van Leiden. Je ziet ze ook bij de Friese Bakker op de Doezastraat. Je ziet ze hangen. En ik denk dat ik deze in het groot krijg. Dit is volgens mij de Breestraat, het stadhuis. Ja. En die ga ik dan op mijn kamer hangen. Dat is heel erg leuk. Dankjewel.
komt er nu een huisvleitproduct, samengesteld door de heer technisch onderlegd onder ons. Zak Hector. Een hele mooie dag toegewenst, joh. Dag gevolgd. Mijn collega Rex Arendsen, die jullie niet zien. Hey, hallo Jan. Hey Jan. Natasja Bloem. Zoals je ziet, staan wij bij het academiegebouw. Van waar ben jij? Oh, Dolce Vita. Ja. Maar we wensen wel een hele leuke dag. Heel veel succes natuurlijk ook. Uiteraard. We gaan kijken naar de livestream. En we kijken uit naar jouw feestje. Het duurt nog een tijdje, maar we weten zeker. Extra leuk. Gefeliciteerd, hè. Doeg. Beste Jan, ontzettend gefeliciteerd met je benoeming. Dirk Boekhuizen. Ik ben daar ook erg blij mee. Ik vind het erg mooi. Je bent een belangrijke inspiratiebron voor mij. En ik geniet altijd erg van onze gesprekken samen. Maak er echt een ontzettend mooie dag van. Hartelijk gefeliciteerd met je benoeming tot hoogleraar. Ja. Jan, kort bericht van Pascal. Ik wens jou heel veel plezier en succes met jouw oratie. Beste Jan. Alvast heel veel plezier bij je oratie. Helaas kunnen we in deze rare tijden er niet allemaal bij zijn. Maar ik ga je zeker online bewonderen. En geniet toch nog een beetje van deze dag, want het is wel een heel bijzonder moment. Jan, van harte gefeliciteerd met het bereiken van jouw leraarschap. Ik wens je een hele fijne dag toe. We gaan later vieren, maar desalniettemin nu ook al een hele fijne dag. Veel succes als je met het uitspreek van je oratie. Beste Jan, van harte gefeliciteerd met je oratie. Een hele fijne en mooie en bijzondere dag. Hartelijk met je oratie. Dat je nog maar veel slot mag doen opwaren in de mooie verschaling. Op dat bord staan al die structuurtjes. Gefeliciteerd met jouw leraarschap. Geniet ervan, je hebt het verdiend. Hallo Jan, van harte gefeliciteerd met je benoeming als hoogleraar. Van harte gefeliciteerd Jan, met jouw leraarschap. Vanaf de kom in ieder geval in juni 2020 in het levende lijve te mogen feliciteren. Van harte gefeliciteerd met succes. Beste Jan. Ontzettend gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je vandaag, ondanks alle coronabeperkingen, een hele mooie dag hebt. Veel succes met je oratie. Ik ben het. Hartelijk gefeliciteerd met de officiële benoeming van hoogleraar. Van harte gefeliciteerd, Jan. Beste Jan, ook namens mij proficiat met de benoeming als hoogleraar. Hi Jan, van harte gefeliciteerd. Heel veel succes met je oratie. Heel veel succes met het uitspreken van je oratie en gefeliciteerd alvast met het aanvaarden van de dag. Ik wens je alle goeds, heel veel succes en heel veel inspiratie voor deze komende tijd en voor al het onderzoek wat je zou gaan doen. Je oratie gaat vandaag ongetwijfeld helemaal goed en ik wens je een fijne dag toe en veel plezier met het vieren. Een heel prettige dag en geniet van dit moment. Jo. Van harte gefeliciteerd. Zo. Deze espresso drink ik op jou. Heel goed, Maarten. Jan, zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap is denk ik zijn onafhankelijke blik. Het zorgt voor een eerlijke en open discussie. Dus ik denk dat dit echt voor velen een voorbeeld is in het politieke speelveld. Dat hij er niet voor terugdeinst afwijkende standpunten in te nemen en die te verdedigen. Beps, beps, beps. Erosion profit shifting. Ik ben allereerst super slim, super kritisch, maar vooral gezellig en heel grappig. En ik ben blij dat je langere tijd mijn collega bent en hoop dat nog heel lang te blijven. Grondigheid en authenticiteit. Originele geluiden met fiscale debat. Nieuwsgierigheid. Wijsheid en zijn nuchterheid. En zijn eigen wijsheid en zijn nuchterheid en zijn activisme in de positieve zin van het woord maken hem tot een belangrijke hoogleraar. Een vernieuwende hoogleraar. Een vindingrijke hoogleraar. Een bijzonder gewaardeerde hoogleraar. Jan, zijn belangrijkste bijdrage aan de afdeling is toch wel, ja, zijn vertrouwde hoofd. Zijn afdelingsvoorzitterschap. Jan's belangrijkste bijdrage aan de afdeling in praktische zin is dat we dankzij Jan altijd van 12 uur gingen lunchen. Dat de lunch niet wordt. Hij ons iedere dag om 12 uur is gaan ophalen om samen te gaan lunchen. Dat is het enige wat ik doen. Altijd op dezelfde manier, namelijk klokslag 12 uur. Hoor je de voetstap in de gang, verschijnt een gezicht. Zo wonen we in bij het haakje en het klinkt door lunchtime. Ja, dat klopt. Ja. We hebben samen nog een bakje koffie drinken in Juka. Dat alle promovendi binnen 10 seconden een kokend heet kopje koffie kunnen.
kunnen drinken. Dat is toch dat hij steeds iedere dag probeert zoveel mogelijk mensen mee te krijgen voor de lunch en om samen koffie te drinken. Dat is heel goed voor het groepsgevoel en hopelijk dat het snel weer kan. Want al ben je in het beschadigde dat kritisch hard, op de afdeling ben je meelevend en zacht. Echt een stabiele factor van de afdeling en hij staat altijd voor je klaar en ook om gewoon even gezellig een praatje te maken. Hoor Jan, wat is het ontzettend jammer dat we vanwege corona niet echt live mee kunnen posten. Maar goed, dan doen we het maar deze manier. Ja, ja, jullie wel. Ja, die ja. Nou, als jullie nog meekijken, geweldig bedankt. Het was geweldig leuk. En ik zal even verklaren waar dan Dolce Vita vandaan komt. Wij moesten onlangs voor een pubquiz onze Guilty Pleasure opgeven, kan nummer. En toen heb ik Dolce Vita genoemd, van Ryan Paris uit 1983, denk ik. Oh, ja, nou. Ja, ik zal even mijn mondkapje op doen. Zo. Ja, bril. Die heb ik op. Ja, dat is nog eens verstrooid.